Daar is het. De kracht waar je voor kwam, Rikkertje. Geef dat aan het ijs, zodat hij uit mag komen. What? Eens even kijken. Dan moeten we hierop staan en dan op A drukken. Oh, kijk, kijk, kijk. We kunnen gewoon vuur weghalen in de wereld nu. Dat is nice. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Nexomon video. En vandaag gaat het eindelijk gebeuren. Vandaag gaan we deze vliegende vuurdraak verslaan. Maar eerst even het volgende. Als je hier kijkt, zie je dat hier allemaal leuke Nintendo spulletjes liggen. En die liggen daar niet zomaar. Aanstaande zaterdag vier ik namelijk op twitch.tv/Rikkertje dat ik alweer 3 jaar stream. En je kan hele toffe dingen winnen. Je kan een Nintendo Switch Lite, de Pokémon editie, winnen. Die is overal uitverkocht. Je kan een Nintendo Switch game naar keuze winnen. En ik geef 3 van die goodie bags weg, waarin allemaal toffe Nintendo Switch items zitten. Dus kom kijken, aanstaande zaterdag vanaf 10 uur, twitch.tv/Rikkertje. Vind je dit vet? Ja? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan gaan we nu er even voor zorgen dat deze mensen niet meer hoeven te huilen. Stop maar met huilen, lieve mensjes. Ik ben gearriveerd. Ja, jij vieze man. Jij Jinhoofd. Ik ben inderdaad terug. Ik moest voor hem Nivalis gaan verslaan. Dat heb ik gedaan. En nog steeds zegt hij van, ja, het was niet goed genoeg. Hij doet een beetje stoer. Hij zegt van, durf je mij nog aan te vallen? Ben je vergeten wat mijn Tyrant kan doen? En hij staat te lachen, maar hij weet niet dat ik dit vuur nu weg kan halen. Dat heb ik namelijk geleerd in de vorige aflevering. Jin die zegt ook, heb jij een Tyrant-ei? Waar heb je het over? Ik heb het hier over, vriend. Wegwezen met dat stinkvuur van jou. Ja, Mattie. Kom dan. Kom maar, jongen. En hij schreeuwt rustig. Maak Rikkertje onmiddellijk kapot. Hij laat een Tyrant-ei uitkomen. Ah! Oké. Daar gaan we. Let's go. Kerosion. Oh, maar hij heeft echt... Oh, hij heeft echt 5 Tyrants. Oké, ik ben benieuwd, jongens, hoe we dit gaan doen. Ik heb deze Nexomon ook een amulet gegeven, waardoor hij iets betere defense heeft. Normaal gesproken had Grifty, maar nu heeft deze hem. Hij krijgt alleen wel een critical hit op zijn bakkes. Dat is jammer. Let's go. Oh, dit is... Oh, nee. Deze is elektrisch. Ik moet even gaan wisselen naar Moonette. Ik heb opeens tegen een elektrische. Nee, joh. Oké, let's go, Moonette. Pak hem. Maak hem kapot. Oh, hij maakt mij bijna kapot. Oh, ik mis ook mijn aanval. Oh, nee, overleef het, lekker. Ik had wel even potions mogen inslaan trouwens, dat ben ik vergeten. Dat is niet heel handig. Nou, deze is in ieder geval weg, nice. Nu dan, Bessina. Deze is mega zeldzaam blijkbaar. Oké, let's go, pak hem. Deze mega zeldzame Bessina. Ja, dat was lekker, dat was een critical. Maak hem kapot. Oké. Ik ben ook weer bijna kapot. Maar oké, we hebben Bessina ook verslagen. Deze mega rare. En dan nu. Ja, dit is de draak. 214 HP. Ik ga even switchen naar Bombergrof. Dan hebben we vuur tegen vuur. Oh, oké, hij gaat ook switchen. Ik ga mezelf even beter beschermen. Ik ga een barrier doen. Kan ik dat gewoon nog een keer doen? Ik ga gewoon nog een keer een barrier doen. Ik ga mezelf ultiem beschermen. Nu ga ik een fire barrier doen, dat ik ook minder hard word geraakt door vuuraanvallen. Ja, dit is wel lekker. Ik heb mezelf nu echt supergoed beschermd met Bombergrof. Ik hoop dat ook Mulsimer mij niet zoveel damage kan doen. Ja, hij heeft wel andere aanvallen die mij pijn doen. Oké, tijd voor een elixir. Ik moet weer full HP zijn. En ook mijn stamina is nu weer vol. Oh. Die criticals die zijn wel heel naar, hoor. Ah, lekker bezig, Bombergroffie. Maak hem kapot. Deze is ook echt super sterk, jongen. Deze mega rare Nexomon. Ik heb nog 1 elixir die ik ga gebruiken voor Bombergrof. En dan moeten we nu gewoon keihard gaan slaan. Spannend. Oké, ik denk dat Bombergrof straks wel kapot gaat. Hij heeft nu ook geen stamina meer. Hij gaat weer van Nexomon wisselen. Misschien heb ik dan even de tijd om Vinok even te healen. En dan heal ik Moonette ook gewoon eventjes. En dan gaat nu denk ik Bombergrof kapot. Nee, hij leeft nog. Hij kan alleen niet meer aanvallen, want hij is helemaal leeg. Ja, nu is hij wel kapot. Goed gedaan, Bombergrof. Oké, Vinok, let's go. Oh man, ik had echt even potions moeten inslaan. Oké, hopelijk lukt dit. Explosive Water, 29 HP damage. Die aanval van Mulsimer is not very effective. Hij heeft nog 36 HP over. Hij heeft nog 11 HP over. Hij mist mij. Ja, jongen, we gaan dit winnen. We gaan dit winnen. We gaan Mulsimer verslaan en we hebben Jin gepakt, hoor. Lekker! Woo! Kijk al deze XP dan. Vinok gaat naar 23. Moonette gaat naar 20. Oeh, en die krijgt een move waarmee je 50 stamina kan herstellen. Ja, die wil ik wel leren. Marasuma gaat naar 21. Musquitty gaat naar 16. En helaas, ja, Bombergrof die is wel kapot. Hey, Musquitty gaat evolueren. Lekker hoor. Let's go. Ik ben benieuwd waarin jij evolueert. Ik heb nog niet echt heel veel met jou gevochten. Oké. Wat? Hij heeft geen hoofd meer. Nou ja, hij heeft wel een hoofd, maar hij heeft geen gezicht meer. Het wordt mascot.
Ja. Ik weet niet zo goed wat ik met Muscat moet. Maar ik weet wel wat ik met Jin moet. Jin, wegwezen vriend. Weg uit deze stad, jongen. Hij zegt, als ik niet kan winnen, dan laat ik deze stad overstromen. Mulsimer, maak alles kapot. Nee, vriend. Nee. Nee, kappen. Kom op, laten we iets doen. Nee. Nee, jongen. Doe eens rustig. Oké, hij doet echt heel erg zijn best om alles te slopen. Mulsimer, niet doen, vriend! Oh my gosh, ik dacht dat we de stad hadden beschermd, maar het tegendeel lijkt waar te zijn. Oh, wacht, wacht, daar is iemand. Die zegt, niet zo snel, Jin! Niet zo snel! Wie is dit? Wow, oké. Jij ziet er cool uit. En ze zegt, heel diep ondergronds, ben je als een lafaard uit mijn blikveld verdwenen. Zoveel moeite om mijn draken te ontsnappen. En toch, hier ben ik. Om een eind te maken aan jou en jouw verschrikkelijke tyrant. Oké, man. Oké, let's do it. Hopelijk gaat hij niet ook ontsnappen, net als Nivalis de hele tijd. En Jin is bang. Die zegt, ah nee, Lydia, nee, dat kan niet. Mulsimer, laat hem niet dicht bij me in de buurt komen. En Lydia zegt, hey, jij lafaard. Laat je altijd je tuin met een klus voor je opknappen. Ik ga je hunten. Oh, snap. Kijk Lydia gaan. Oh, kijk. Oh, snap. Ze is super snel. Pak hem. Pak hem. Lekker. En Jin die zegt, nee, wacht, wacht. Lydia zegt, wat denk je wel? Deze stad kapot maken. Vriend, doe eens normaal. Je gaat hiervoor boeten. En Jin is heel erg bang. Blijkbaar heeft Lydia ook een tyrant en die heet Eurus. En Lydia zegt, nee, ik heb Eurus niet nodig om met jou te dealen. Ha, what? Be gone, wegwezen. Ah, help, help, zegt Jin. Wegwezen, jongen. Opzouten. Oh. Eurus is denk ik een wind Nexomon. Super sick, super sick. Lekker gedaan, Lydia. Lydia is een vriendin van de guild. Ondanks dat ze zelf ook een tyrant heeft. Wow. Oké. Lydia heeft dus zelf een tyrant. Maar ze is ook de meester van alle draken in de wereld. Serieus? En Coco die zegt, ja, hou je draken even in toon. Want er zijn er al 2 die ons hebben aangevallen. Ja, dat klopt wel. Hé, we hebben een Drake Sigil. Geen idee wat dat is. En ze zegt, kom naar Drake Isles. Naar de drakeneilanden. En dan zal ze wel even bewijzen hoe onschuldig de draken zijn. Ah, en die Sigil die hebben we nodig om haar stad in te komen. Oké, cool. Oké, doei Lydia, mazzel. Hoe gaat het ondertussen met Ross? Leeft hij nog? Waar is Ross überhaupt? Is Ross kwijt? Of dit is de burgemeester van de stad, hoor. Dat muziekje gelijk veranderen dan. Hij zegt, ja, mijn stad is helemaal kapot. Dit gaat een heel hoop kosten. En hij zegt, er zijn heel veel temmers niet gevonden. Kan jij ze terugvinden? Ja, dat moet wel lukken, denk ik. We krijgen een protection core, een immunity core en 350 muntjes daarvoor. Dat is wel nice. Ik wil het liefst zoveel mogelijk cores gaan verzamelen, want daar worden je Nexomon echt beter van. Hey, en Olly, de eigenaar van de shop, die is blij met me. We hebben een golden Nexotrap gekregen. Wat vet. Die moeten we alleen gebruiken voor een Nexomon die we echt willen hebben. Een hele zeldzame. Dat is een soort van masterball, maar dan in Nexomon. Oké, ik heb wel echt even potions nodig. Voor de rest hou ik het geld lekker bij me. Oké, dus we moeten op zoek naar de Nexomon trainers hier. Oeh, deze wil ik wel vangen. In Boozy. Die ziet er best wel cool uit. Let's go, let's go, let's go. Pakken. Nee. Oké. Tweede poging, die is meestal wel raak, toch? Ja. Maar ik heb Bombergrof al en ik hou van Bombergrof. Dus die wil ik in mijn team houden. Holy moly, wat is dit dan weer, joh? Tiki, het lijkt wel alsof hier nu nog sterkere Nexomon zitten. Kijk dan, ik word bijna gesloopt, joh. Yo, maar deze ziet er wel goed uit, man. Eigenlijk moet ik even de stats gewoon vergelijken van Bombergrof en van deze. Deze was ziek. Kijk, en ook bij poging 2 hebben we hem weer gevangen. Yo, maar deze ziet er wel echt sick uit, man. Nou, ben ik wel even benieuwd waar ik die tamers kan gaan vinden dan hier. Ah, kijk hier. Yo, what up, man? Ben je weer terug? You save me. Ah, die Nivalis die had me bevroren. Rick, dit is voor jou. Nice, 300 muntjes. En dit is nummer 1. En er moet hier nog ergens één in de buurt zijn, zegt Coco. Ah, kijk, hier is er nog één. Die moeten we even ontdooien. What up, man? Hij zegt, waarom duurde dit zo lang? Dude, ik was met andere dingen bezig. Wat denk jij? Hey, we hebben hier een immunity core gekregen gelijk. En dit waren alle missing tamers die we moesten vinden. Dus hop, terug naar de stad. Wat is dit nou voor Nexo, joh? Jumo? Nou, doe Jumo, sorry. Ik zou je vangen, maar is niet gelukt. Ik dacht, ik ga heel even trainen. En ja, dat is allemaal leuk, maar... Ja, kijk, ik weet niet, maar deze Nexomon waar ik nu tegen moet, die is verrassend sterk. Ik kan deze trouwens ook niet vangen, want deze is van een trainer. Deze trainer heeft maar liefst 5 Nexomonnetjes. En die gaat hem heel moeilijk maken, zo te zien. Kijk dan. Dit is niet meer grappig. Dit is echt niet grappig. Wat ben je aan het doen? Ik heb al mijn hoop nu op Vinok, jongens. Ja.
Top dit. Ik zal nog eens een keer gewoon met een trainer gaan vechten. Wat? Waarom zijn deze guys zo goed? Dit is zo niet chill. Ook nog een Imburion. Epische Nexomon zo te zien. Maar gelukkig is mijn Vinok nu echt wel heel goed. Mijn Vinok die kan dit wel aan. Ik ben alleen wel demotivated. Hij heeft gewoon nog zo'n Imburion. Doe eens normaal. Waarom heb je er twee? Gast, dit is niet gezond. Oké, maak hem kapot. Deze is ook weg. Lekker. Ja, nu moet ik alleen deze nog verslaan. Ik heb alleen geen stamina meer. De stamina is bijna op. Heel irritant. Wel zieke Nexomon weer dit, jongen. Kijk deze Oregon. Die is ook wel epic, hoor. Jemig. Die is ook mega rare, trouwens. Gewoon een random trainer die hier gewoon even mega rare Nexomonnetjes heeft. Niet normaal, man. In ieder geval, die is kapot. En dan heeft hij alleen die Oregon nog. En die is ook kapot. Lekker gedaan, Vinok. Man. Oké. Vinok leeft nog. Die wil een nieuwe skill leren. En Bombergrof gaat naar 20. En dan moet ik nu maar maken dat ik wegkom, denk ik, hier. Wegwezen uit deze vuurvulkaan. Rick, volgens mij is een vulkaan altijd vol met vuur. Oké, ik heb iedereen weer geheeld. Ik ga even met de Burgermeister praten. En we krijgen al deze spulletjes. Lekker, hoor. Questie gedaan. Nice. En ik ga die gewoon even lekker aan Moonet geven, denk ik, die items. Oké, we moeten nu terug naar Perim City, volgens mij. Volgens mij moet ik hier namelijk mijn quest in gaan leveren. Amelie! Ben je hier toevallig? Ja, dit gaat allemaal automatisch. Ja, kijk, Amelie is hier. Ros leeft blijkbaar ook nog steeds. Gelukkig, Ros, je bent er nog. En Amelie zegt, ik verwacht je hier al. Je hebt een aanval van een draak overleefd. En daarna heb je de Tyrant weten te verslaan. Dit is geen daad van een bronzen temmer. Hey, vanaf nu hebben we de zilveren badge. Oh, snap. Wie is deze guy? Hij zegt, goed gedaan. En misschien gaan we ooit samen vechten. Deze guy met een litteken boven zijn hoofd. En Dina zegt, niet bescheiden, Rick. Dit doe je goed. Yay! Lekker, man. Hoppakee. Bronzen badge in de pocket. Zou Ros die badge ook krijgen? Hij heeft niks gedaan. Amelie vraagt wat er net allemaal gebeurd is. Wij leggen dat even uit. En nu moeten we dus blijkbaar naar de Drakeneilanden. Ik pik hier nog even een quest op. We moeten wat dingetjes geven aan de soldaten in de frontlinie. En dan krijgen we een experience score 3. Dus die is wel nice. Daarmee verdien je dus meer XP voor de Nexomon die aan het aanvallen is. Die aan het vechten is. Oh, en iemand komt hier nog even met ons praten. Rikachu, zilveren trainer. Goed, man. En we krijgen nog een gift. Een Vitality Core. Kijk, nice. Die cores beginnen te komen, jongen. Oh, en als we tijd over hebben, dan moeten we naar haar lab in het westen. Yo, ik wil sowieso naar haar laboratorium. Als we daar cores kunnen maken of zo. Hey, dat wil ik sowieso. Wie heeft er nog echt HP nodig? Ik geef hem gewoon ook aan Moonet. Let's go. Lekker, Moonet. 4 HP erbij. Nou, we moeten dus daar naartoe om naar de Drake Isles te gaan. Naar de rechterkant. Maar het laboratorium is aan de linkerkant. Dus in de volgende aflevering gaan we die dingen even checken. We hebben Jin verslagen met zijn Evil Tyrant. Dat was super vet. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer Pokémon, Nexomon, Nintendo video's iedere dag. En wil je mijn live zien gamen en dus die vette prijzen winnen? Kom dan zaterdag kijken op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!